Waarom is het logisch dat kinderen op school in slaap vallen? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen meteen met een testje. Ik wil even testen of het logisch is. Dat jullie in slaap gaan vallen of uh, dat het aan mij ligt als jullie in slaap gaan vallen. We hebben de CO2-concentratie van deze ruimte gemeten voordat het publiek hier was. Daar hadden we tijd zat voor. En het bleek dat die CO2-concentratie ongeveer 620 ppm was. 620 parts per million. En dat is een hele goede waarde, want eigenlijk wil je een... Is in een ruimte wil je eigenlijk nooit meer dan 800 parts per miljoen hebben. Dat is echt heel erg mooi. En wij zijn al heel blij als we de concentratie van CO2 onder de 1200 kunnen houden. Dat zeggen jullie misschien niet zo heel erg veel, maar wij, ik heb vaak metingen gedaan in scholen. En het was niet uitzonderlijk als we zelfs waarden hebben gemeten tot zo'n 4000 parts per miljoen. En dan is het echt heel beroerd. Mijn vraag aan jullie is eventjes: wie van jullie heeft beelden, denk even terug naar je basisschool of naar de lagere school? En wie denkt dan meteen aan een mufflokaal? en wie denkt niet aan een mufflokaal? Wie denkt aan een mufflokaal? Dat is de vraag. Ja, ja dat. ik denk, als ik het zo zie, dat dat ook zeker hartstikke terecht is. En um, daar proberen we natuurlijk wat aan te doen, want het is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor je leerprestaties als je in een hele slechte ruimte zit. Overigens is CO2 een maat om de vervuiling van de lucht te uit te drukken. Er zijn duizenden vervuilende stofjes in de lucht en die worden eigenlijk weerspiegeld, die worden eigenlijk weergegeven door CO2, omdat we die CO2-waarde heel erg makkelijk kunnen meten en die gelijke tred houdt over het algemeen met de totale vervuiling van die lucht. Buitenlucht heeft een veel lagere CO2-concentratie. Het ligt een beetje eraan waar je woont, maar soms is het maar 100, soms is het 200, soms is het 400, maar is het over het algemeen vrij laag. Dus wat is nou de methode om te zorgen dat je een lage CO2-concentratie houdt of een acceptabele CO2-concentratie houdt? Dat is ventileren. Dus buitenlucht naar binnen brengen, mengen met de bestaande lucht en ook weer een deel afvoeren. Dat is eigenlijk wat je doet als je gaat ventileren. Um, eigenlijk is het dus helemaal niet zo gek dat middelbare schoolkinderen, maar ook basisschoolkinderen, dat die af en toe wel moeite hebben met zich te concentreren, want die CO2-concentratie rijst nog wel eens de pan uit. Nu hebben we de norm frisse scholen gemaakt. En daarin proberen we ervoor te zorgen dat in ieder geval de nieuwe scholen die we bouwen, dat bestaat ook al een aantal jaren, die frisse scholen, dat we die in ieder geval voorzien van voor een goede ventilatieinstallatie. Want je kunt natuurlijk wel op een natuurlijke manier je, uh, uh, je lucht verversen door het raam open te zetten. Maar wat zie je in de winter? Dan zetten de mensen de ramen weer dicht. Want het is echt niet comfortabel als je in de buurt van dat raam zit. Dus om er zeker van te zijn dat je een, een goede ventilatie hebt, dan is het wel handig om ervoor te zorgen dat je daar een installatie voor hebt die daarvoor kan zorgen. Uit eigen ervaring spreek ik dat ik eh, zo'n tien jaar heb gewoond in een huis zonder ventilatieinstallatie, alleen maar met een beetje afzuiging in de badkamer. En wat was mijn ervaring? Ik ben tien jaar lang longpatiënt geweest. Ik had tien jaar last, was ik van oktober. Tot mij zo ongeveer was ik gewoon continu aan het hoesten. Halve nachten lag ik wakker met hoesten. Ik ben verhuisd naar een ander huis. Daar was wel een goede ventilatie, installatie. Er zijn natuurlijk wel meer dingen nog verbeterd. En ik heb eigenlijk nooit meer dan misschien eens een keer een paar dagen een verkoudheid gehad. Maar ik was gewoon compleet klachtenvrij. En dat stemt ook helemaal overeen met het onderzoek. wat onze promovendus Frans Simon heeft gedaan. En die heeft onderzocht, die heeft echt de hele historie ook meegenomen. Vroeger hadden we huizen die waren zo lek als een mandje. Daar tochten het gewoon door. We hadden nergens kierdichting. En we hadden eigenlijk op, van natuur hadden we gewoon ventilatie. En dat ging eigenlijk gewoon vanzelf. Op een gegeven moment begonnen die energieprijzen te stijgen en te stijgen. En was het erg kostbaar om dat huis maar zo lek als een mandje te laten blijken, blijven. En dus gingen we overal toch strips, plakken. En toen ging het natuurlijk fout, want toen hadden we geen ventilatie meer. En toen moesten mensen zo slim zijn om zelf hun ventilatieopeningen of hun ventilatieroosters open te zetten. En dat is in de winter, als het bijvoorbeeld echt vriest, is dat niet prettig in de buurt van zo'n ventilatierooster. Maar je hebt wel die ventilatie nodig, want anders heb je echt risico's op gezondheidsklachten. Je kunt uh, oog, neus, keel klachten krijgen. Je kunt astma krijgen. Je kunt COPD krijgen. En dat kun je allemaal door beter te ventileren. Kun je dat, uh, voorkomen. Of in ieder geval een heel stuk beter te maken. Dat aantal klachten halveert ze ongeveer. Natuurlijke ventilatie is dus een ventilatie waarbij we eigenlijk gewoon een opening maken naar buiten toe. Het nadeel is natuurlijk wel dat die lucht direct van buiten komt en die lucht moet wel weer helemaal opgewarmd worden en dat kost relatief veel energie en dan grijp je al snel uh, uh, grijp je naar uh, mechanische ventilatie. En bij mechanische ventilatie zorg je ervoor dat de lucht direct van buiten door middel van een ventilator in een kanaal komt. Die lucht die wordt verwarmd met de afgevoerde lucht. En die wordt ingeblazen in de ruimte. Vervolgens wordt die ook afgezogen uit de ruimte. En dan wordt in een, bij een warmtewisselaar. probeer je dan zoveel mogelijk van die energie uit die afgeblazen lucht te halen. Dus geen moleculen uit te wisselen, maar alleen maar de warmte uit te wisselen. door middel van grote oppervlaktes van metalen platen. En op die manier kun je zo'n 90% van de warmte kun je terugwinnen uit die afgeblazen lucht. En dat levert dus ten opzichte van natuurlijke ventilatie wel een stuk energiebesparing op. Um, we hebben vooraf nog even gekeken naar de luchtbehandelingsinstallatie in deze ruimte. En uh, hier zitten, maar dat kunnen jullie nu niet zien, hier zitten allemaal inblaasnozzels die de lucht echt geïnjecteren in de ruimte. Om ervoor te zorgen dat de lucht ook echt direct in jullie omgeving komt. Dan nou hebben we ook weer de CO2-concentratie gemeten vooraf. En ik ga hem nu nog een keer meten. En hier staat hij. Eens even kijken waar ik op uitkom. Hij is inderdaad gestegen van 620, dacht ik dat we af hadden gelezen eh, voordat we begonnen. Ja, de waarde is 733 ppm. Dus jullie hebben geen enkele reden om in slaap te vallen. Want het is ver onder die 800 en dan al helemaal onder die 1200, wat een beetje het maximum is als richtlijn. Dus als jullie in slaap vallen, ligt het in dit geval echt aan mij. Of aan jezelf. Kan ook. Um, even een vraag aan jullie. Uh, wat denken jullie, wat kost meer energie? Een raam openen of mechanisch gebalanceerde ventilatie met warmte-terugwinning? Wie stemt ervoor dat het raam openen meer energie kost? Ja. Zie jullie zijn echt niet in slaap gevallen? Hartstikke goed. Inderdaad, het raam openen, ja, dan moet je al die lucht weer helemaal gaan opwarmen vanaf nul. Hè? Bij mechanisch gebalanceerde ventilatie is het heel belangrijk waar je de inblaasroosters plaatst en hoe je die richt op de, op de ruimte. Uh, inblazen heeft, is bepalend van waar de lucht komt en niet afzuigen. En dat laat ik eigenlijk zien aan de hand van deze kaars. Oeh. Die ga ik proberen uit te zuigen. En um... dat lukt me dus niet. Dat is ook de bedoeling dat het niet lukt. Want daarmee wil ik laten zien dat je een kaars niet kunt uitzuigen, maar heel makkelijk kunt uitblazen. En dat is, um... dat is dus ook een verklaring waarom het zo belangrijk is om de inblaasroosters van een mechanisch gebalanceerd systeem om die op de goede plek te zetten. En ik heb daar uh, twee voorbeelden van. Dat zijn grote ruimtes waarbij we echt direct bij de mens proberen in te blazen, zonder dat de mensen daar last van hebben. En dit is een voorbeeld van een collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven. Daar zit dus onder iedere stoel zit daar een klein inblaasroostertje. En die blaast die gekoelde of verwarmde lucht, blaast je met een hele lage luchtsnelheid, je die uit. En dat zorgt ervoor dat direct bij de mensen die college volgen, meestal studenten, dat die wakker blijven. Dat die zich fris voelen en dat ze op een optimale manier de colleges kunnen volgen. Dat is heel anders vaak dan in middelbare scholen, waar dat helemaal niet aan de orde is. Of op een beperkte manier aan de orde is. Ik heb een filmpje van een onderzoek, een soort basisonderzoek. Waarbij we met hele lage luchtsnelheden. De lucht inblazen in een ruimte. Dus echt basisonderzoek. En uit dit onderzoek hebben we echt simulaties kunnen halen, computersimulaties kunnen maken. En die lieten toe dat we met lage luchtsnelheden de, de, uh, uh, het gedrag van lucht in de ruimtes vooraf konden vo voorspellen. En dat hebben we toegepast uh, op een andere situatie. Maar wie van jullie bijvoorbeeld verplaatst wel eens een stoel omdat je denkt: oeh, toch hier. Wow. Toch wel herkenbaar hè? Ja, soms is het niet prettig. En dat is niet altijd toch, dat is niet altijd een raam wat open staat. Soms is het ook koude val. En daar heb ik een plaatje van. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Eigenlijk wil je bij de linkerkant, dus eigenlijk simuleert een raam. En dat raam, dat, uh, dat is in de winter vaak kouder. Zeker als je geen driedubbel glas hebt, maar bijvoorbeeld maar enkel glas hebt. En dan valt die lucht eigenlijk langs dat raam naar beneden. Als je beter glas hebt, is dat effect veel kleiner. Dus naarmate we betere soorten glas toepassen, is dat probleem veel kleiner. Vroeger hadden we eigenlijk steeds een radiator bij dat glas staan... en zorgden we ervoor dat die koude val een tegenbeweging ging maken. Dat die omhoog werd gestuurd en dat je dus geen koude voeten kreeg. Nou bouwen we tegenwoordig, zeker als je praat in combinatie met een warmte-koude opslagsysteem... bouwen we steeds met laagtemperatuur systemen steeds meer... En dat is bijvoorbeeld vloerverwarming. En die vloerverwarming in combinatie met die koude val langs dat raam, zijn we gaan onderzoeken: van is dat nou hinderlijk voor die mensen of vinden ze het echt best comfortabel? En toen hebben we eigenlijk daar een aantal conclusies uit kunnen trekken. Eén conclusie is dat het heel erg meevalt hoe oncomfortabel dat was. En dat we eigenlijk helemaal geen radiatoren meer hoeven te plaatsen in dit soort situaties. Dat mensen het prima vonden. Het is toch heel belangrijk om te weten, want dan ben je van die lelijke dingen af, die geld kosten en smerig worden. Maar een ander effect wat wij indirect ook uit dat onderzoek hebben geleid, afgeleid, is dat er echt een heel groot verschil is tussen mannen en vrouwen. En dat wisten jullie misschien al, maar ik bedoel hier echt het de, de, de termo fysiologisch gedrag van mannen en vrouwen is heel verschillend. We dachten altijd dat ze zich hetzelfde gedra, gedroegen. Dat een verschil in ervaring met name werd veroorzaakt omdat vrouwen zich slechter kleden dan mannen. Althans, minder dikke sokken aan hebben en zo. Maar het verschil zit ook echt in de fysiologie van de mensen zelf. En dat hebben we gedaan door de huidtemperaturen allemaal te meten. En dan nou blijkt dus dat vrouwen de uiteinden, dus handen en voeten, echt lagere temperaturen hebben dan mannen. En daar hebben we ook weer heel veel over gepubliceerd. En daar zijn ook weer vervolgonderzoeken uit ontstaan. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En we gaan tot de conclusie komen van dit college. Want ik heb helemaal niemand gezien die in slaap is gevallen. En dat klopt ook met de CO2-metingen die we hebben gedaan. En ik denk dat dus dat deze situatie heel wat beter is dan de meeste scholen. Jullie kunnen hier heel productief zijn, jullie kunnen wakker blijven, jullie kunnen heel veel kennis opnemen. En uh, dat is dus heel belangrijk als je in een kantoorsituatie bent om daar goed voor te zorgen. Want dat zorgt ook ervoor dat je heel productief kunt zijn. En dan ga ik jullie ook nog verklappen wat we in het volgende college gaan doen. En dat is uh, hoe ons leven in de toekomst er prettiger op zal worden door het gebruik van uh, de technologie in slimme steden. Dat is de vraag die we in het volgende college gaan behandelen.